We hebben gezien dat het water hoog is, dat er gespuit wordt door al die 5 kleppen. En dat dorpen benedenwaarts gelegen eigenlijk ondergelopen zijn. En dat is heel ernstig. We hebben ook als regering vergaderd met deskundigen, dus mensen van Staatsolie, mensen van de universiteit, maar alle disciplines hebben we vergaderd en we hebben gekeken van wat gaan wij moeten doen om ons voor te bereiden op die risico's. Hoe kunnen we die risico's mitigeren en welke plannen moeten we in place hebben? En daar zijn we hard mee bezig. Sowieso is voor ons belangrijk om te weten dat er in de afgelopen, en het is echt uit die vergadering gekomen, dat de mensen ons hebben meegedeeld dat in maart bijna 6 keer zoveel regen is gevallen dan in de afgelopen 30 jaren. En dat is eigenlijk iets waar niemand op had gerekend. En de analyses zijn er ook, dat heeft te maken direct met de klimaatverandering in de wereld. Maar het heeft ook anderzijds te maken met ontbossingen en mijnbouw, dus activiteiten in Suriname. En we gaan als regering echt moeten beraadslagen en beleid moeten maken hoe we dit kunnen voorkomen. Hoe we ons beleid op het gebied van mijnen en ontbossen kunnen aanpassen. Weet je, dat het verantwoord gebeurt, duurzaam gebeurt en dat de impact van klimaatverandering te beheersen is. Maar de verwachting is dat er meer regen gaat vallen tot en met augustus en dat we in elk geval moeten voorbereiden. Dat betekent dat we het volk goed moeten informeren, dat we echt plannen in place moeten hebben. Wat doen we? Hoe gaan we tijdig evacueren? Gaan we goederen die de mensen hebben veiligstellen zodat er minder schade ontstaat, et cetera. En waar gaan we mensen onderbrengen en voor hoe lang? En misschien moeten we sommige gebieden definitief verhuizen. Dat weet ik nog niet, maar dat zal uit de beraadslagingen naar voren komen. Kijk, dit is iets wat al een tijdje speelt. Klimaatverandering. Maar wat merk je? Dat zolang het niet hier gebeurt, dat je er niet goed mee omgaat. En nu zien we dat we direct slachtoffer worden van de impact van klimaatverandering. En dan is iedereen plotseling wakker en dan, weet je, dan zie je. Maar dit is eigenlijk wat er ook gezegd is, de impact van klimaatverandering op de hele wereld. Wij zijn nog in een heel gunstige situatie dat we meer dan 80% bos hebben. Maar de snelheid waarin ook ontbossing hier plaatsvindt, et cetera. En daar moeten we ook goed naar kijken en stoppen eigenlijk. Een beetje dat het duurzaam gebeurt.